Welkom op deze openingshandeling van de Visserijdagen 2016. Het is de hele zomer een beetje kwakkelig geweest. En juist met deze Visserijdagen hebben we het mooiste weer van de wereld. Dus hoe gelukkig kun je zijn? Wij van de organisatie zijn ook wel heel erg blij dat we weer een heel ruim programma hebben kunnen organiseren voor jullie. Met een aantal hoogtepunten. En daarvan wil ik een paar noemen. We hebben straks het optreden van Brees. Vanavond een mooi openingsconcert in de grote kerk. Vispop hebben we moeten verplaatsen naar de Rommelhaven. Maar ik weet van het jongerenwerk dat er weer een heel mooi programma klaar staat. Verder hebben we morgen natuurlijk het toppendansen. Weer in Oude Buitenhaven met weer heel veel deelnemers. En dat hopen we dat het ook weer een heel mooi spektakel wordt. En vrijdag, behalve de chaise die we weer hebben in een heel mooi parcours door de oude binnenstad, hebben we de avond ook een hele mooie wielerronde. En dat doen we dit jaar voor de eerste keer. Een spectaculaire wielerronde door de binnenstad van Harlingen. Op het parcours Voorstraat, Zuiderhaven, Brouwerstraat en Simonstijlstraat. Duurt ruim een uur en we hopen dat om 8:30 s'avonds af te sluiten hier op dit podium met de huldiging. En dan hebben we zaterdag met hier natuurlijk de grote zomermarkt. Maar ook de hele grote open dag met een hele grote presentatie van overheidsdiensten. En ik wil jullie ook graag aandacht vragen voor de vistafel die we dit jaar heel uitvoerig en uitgebreid gaan presenteren. Dat zijn mijn woorden. Ik wil onze hoofdsponsor, Familie Energy, die ook dit jaar weer hoofdsponsor is voor deze prachtige dagen, hartelijk danken voor de bijdrage. De gemeente uiteraard ook voor hun hulp en ondersteuning. Want het is altijd weer een hele organisatie om de Visserijdagen te organiseren. En daarmee geef ik ook gelijk het woord aan onze burgemeester, Roel Sluiter. Dankjewel, Jules. Het is inderdaad schitterend weer. En dat blijft het de komende dagen. Daar kunnen we wel van uitgaan. Dus we gaan in de meest prachtige omstandigheden deze Visserijdagen, deze 57ste editie van de Visserijdagen in. Met die 57 jaar is het een van de langst bestaande, steeds terugkerende evenementen in Friesland. En het is ook het meest bezochte meerdaagse evenement. En met dit weer en in deze omstandigheden en dit programma kunnen we er wel zeker van zijn dat we heel veel toeschouwers bij alle evenementen van deze Visserijdagen zullen zien. We kunnen in totaal vooruitkijken op zo'n 70 deelevenementen. En er is voor iedereen van alles bij natuurlijk. Van wat je graag wilt zien of wilt beluisteren. Steeds iets nieuws. Jules noemde al de wielerkoers. Spectaculair natuurlijk. En eigenlijk als je terugkijkt, hoe heeft het ooit kunnen ontbreken op de Visserijdagen? Zo'n wielerkoers. Prachtig, het hoort er ook echt helemaal bij. Het comité Visserijdagen heeft dus opnieuw enorm zijn best gedaan. Voor iedereen uit Harlingen, maar voor iedereen die hier de komende dagen naartoe komt. En zo gevarieerd en zo mooi mogelijk programma te maken. Alle sponsoren hebben daaraan bijgedragen. Maar, en de Stichting Evenementen Harlingen, die voor het avondprogramma met alle muziek 's avonds tekent, hebben ook in die voorbereidingen verschrikkelijk veel gedaan. Maar die konden dat allemaal niet doen zonder enorm veel vrijwillige inzet van allerlei mensen die zich daarvoor hebben ingezet. Een groot applaus graag voor alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. Steeds, elk jaar weer. Dank u wel. Harlingen is een intens levende stad. Er gebeurt hier altijd wel wat. En wij kennen het hele leven. Ook als het niet leuk is. Ook als er drama is. Als er intens verdriet is. Wat bestaat soms naast groot plezier en grote vreugde. De afgelopen zondag werden we er hardhandig aan herinnerd dat het ook gruwelijk mis kan gaan.
En dat hing eventjes als een wolk over de stad. En dat gaf groot verdriet, een grote schok bij heel veel mensen. 3 doden op zo'n charterschip. Daar zijn we niet aan gewend. We leven mee met die mensen. We leven mee met hun families. En we zijn geschokt over wat er gebeurd is. Maar het gebeurt in een stad die leeft en waar gevaren wordt en waar van alles gebeurt. En in diezelfde stad, terwijl we daar ook best stil mee mogen staan bij zo'n verdriet, is ook ruimte voor vreugde en voor feest en voor opgeluchtheid en voor plezier. En daar mogen we ook allemaal ons deel aan hebben. En we mogen blij zijn dat ook dat in onze stad kan en dat we dat allemaal kunnen organiseren. En dat feest, dat moeten we ons ook niet af laten pakken. Dat feest is nu. Nu begint dat feest. En daar gaan we allemaal geweldig van genieten. Ik hoop dat het een enorm mooie en zeer veilige visserijdagen worden. En één ding, vanochtend fietste mij een mevrouw voorbij en zei, het wordt hartstikke mooi weer en heel veel mensen. Maar ik hoop dat de mensen ook een beetje blijven drinken. Nou ja, niet met 1 bier. Een beetje dat ze met fris beginnen. U moet echt heel veel drinken deze dagen, want het is heel warm en er zijn heel veel activiteiten buiten. Maar drink af en toe ook eens even wat fris. Hè? En hou het leuk allemaal, pas op elkaar, help elkaar als het nodig is. En daarmee wens ik iedereen een ontzettende fijne visserijdagen toe. Geniet ervan. En nu gaan wij door een klap op deze knop die visserijdagen openen. 1, 2, 3. Lekker weer. Goed drinken, zei de burgemeester, maar ook goed smeren. Jongens, denk erom. Laat je niet verbranden, want er komen nog hele mooie dagen. Die moet je allemaal meemaken. Lekker bruin verbrand. En zo wordt dat ook vandaag. Hebben we er een beetje zin in de visserijdagen? Ja! Oké, nou we gaan na dit officiële opening beginnen met een hele leuke, geweldige, maar vooral ook een lieve artiest. Een fijne vent, jongens en meiden. Hij staat al achter de bühne klaar, aan de zijkant zelfs. En ook hij heeft er zin in vandaag. We hadden een tijdje wat minder van hem gehoord, maar hij was er wel, want ik zag hem regelmatig. En dan zag ik hem weer bij Ali B. En ineens zag ik hem in The Voice 2015. En hij verraste mij met een liefde van vroeger, een liedje van Robert Long. Wat een fantastisch liedje en wat een geweldig begin van de nieuwe boost van zijn carrière. Jongens en meiden, zijn jullie er klaar voor? Maak die handen zien. Hier is Brace. Ik heb een duimpje in mijn hart, maar alleen voor jou. Miro Su in mijn hart, alleen voor jou. Mi Blanca Rosu voor jou. Mi Witty Rosu voor jou. Ik kan niet zonder jou, misschien jij wel. Hey. So you must sing, make me hit the bell. I, you must sing, you must I, make she thank me, say it die. You must sing, you must I, sisa. Okay, iedereen, kom maar. Who will think I put time to it in my heart? Me, no, so in my heart, I lay for you. You know I know so. I like a lot your effort. Super gezellig, jongen. Die zijn allemaal wel een beetje bruin geworden, hè? Ik dacht dat er alleen maar blanken woonden hier, maar ik zie alleen maar bruine mensen. Super gezellig. Ik ga er een feestje van maken. We gaan nu een nummer doen die iedereen kent. Dus als je stil blijft staan en je zingt niet mee, ja, dan ben je een beetje nors of ja, saai. Maar ik weet zeker, jullie allemaal zijn niet saai, dus we gaan knallen. Kom maar, DJ.
frisse morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Oké, okay. Ik zie de meest mooie Franses op de boom, hoge hakken. Ik weet niet wat ik zeg moet. Ik zeg bonjour, mon amour. Wat mazelf duet, rebel. En zij zei, je suis Nederlands. Oh, je parle un petit peu. En iedereen zingt. En naar de Notre-Dame, naar de Seine. En daarna samen op de Tour de Bel. Zeg oh, zeg oh, praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Mijn gevoel ze mij nog bij. Vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées. Oh,